Ja, daar ben ik. Ik zie mezelf. Schat, dat is weer prettig. En als het goed is, zonder confetti. En dus dat moet helemaal goed gaan lukken vanavond. Ik wacht eventjes tot ik zo, dat zijn er al veel. Gezellig. Ja, ik dacht, nee, eerst hoop ik sowieso dat jullie allemaal leuke kerstdagen hebben gehad, ondanks alle beperkingen die we hebben, waar we ons aan moeten houden. Ik had het ook liever anders gehad. Het is niet anders, maar goed, wij hebben, ik kan niet anders zeggen, er toch wat van gemaakt en ja, leuke dagen gehad. En nu is het alweer voorbij. En dat is eigenlijk toch alweer heel veel sneller gegaan dan dat het eigenlijk, ja, dat je ernaar uitkijkt. Tenminste, ik wel. Ik kijk er altijd heel erg lang naar uit. En als het dan weer voorbij is, dan is het eigenlijk weer omgevlogen. Maar goed, vanavond. Vorige week zat ik echt zoiets van, kerstkaarten zijn voorbij als ik live ga. Wat ga ik nu doen? En al een paar keer heb ik gehoord, dat las ik bij de opmerkingen. Goh, pak de jellyplate maar weer eens. Nou, ik heb hem uit de kast gepakt. En wat gaan we vanavond doen? We gaan aan de gang we gaan achtergrondjes maken met de jellyplate. Ik heb de grote jellyplate meegebracht of uit de kast gehaald. Dat is mijn hele grote. Kijk, deze. Zeg maar, die is iets groter als A4. Ik heb hem expres nog in de verpakking laten zitten, omdat daar ook heel veel vragen over zijn. Van hoe ruim jij hem nou op? Nou, dat ga ik dus laten zien. Vandaar dat ik het dus ook zo heb laten zitten. En ik heb mijn kleinere, zeg maar, mijn iets kleinere als A5 heb ik ook gepakt. En daar wil ik ook wat mee gaan doen. Als we de tijd voor hebben. Want ik wil natuurlijk weer heel veel. Dit zijn voorbeelden die ik heb gemaakt op A4. Dit heb ik met een A4 stencil gedaan. Dit met een vierkant stencil. Die heb ik dus ook gelijk op maat gesneden. En deze ook. En dit was een A4, maar daar heb ik al een voorbeeld mee gemaakt. En dat is dus deze. Ik heb dus het voorbeeld wat hiervan afgesneden is. Zo zat die, geloof ik, iets. Dat heb ik dus bewerkt en in mijn planner gedaan. En daar vind ik die slimline planner toch ook wel heel erg leuk voor, dat ik mijn werkjes zo kan bewaren dat het een mooie maat heeft. Dus, we gaan lekker aan de gang. Ik ga je verschillende dingen laten zien. Het is wat mij betreft niet echt een nieuwe techniek. Het is een techniek die ik al vaker heb gedaan, maar dan met alcohol inkt. En ik dacht vandaag, ik ga het eens doen met acrylverf in plaats van alcohol inkt. Want alcohol inkt en ik zijn op de jellyplate niet de allerbeste vriendjes. Het lukt me wel, maar daar heb ik collega's mee die kunnen dat veel en veel beter dan ik. Dus vandaar dat ik het lekker met acrylverf ga doen. En de resultaten zijn anders, maar ook leuk. Daarnaast, tenminste daarnaast, wat heb je nodig? Ik ga werken op printerpapier. En ik heb daar gewoon die hele. Kijk, die gebruik ik zo meteen om mijn roller en wat afdrukjes en verf weg te nemen. Dat is gewoon 80 grams printerpapier. Nou, dat heeft over het algemeen iedereen in huis. Mijn afdrukken vandaag, die doe ik ook op printerpapier. Maar het printerpapier van, volgens mij is dit 140 of 160 grams. Dus wat dikker en gladder. Dus je kan, zeg maar, je hoeft niet specifiek aquarelpapier te gebruiken. Dat kan wel, maar eigenlijk is dat papier echt duurder als dit printerpapier. Dus je kan vanavond of met deze techniek kan je op gewoon printerpapier werken. Oké, ik leg deze even apart. Die zal ik misschien straks nog wel een keer pakken. En dan ga ik
laten zien hoe mijn jelly plate ingepakt zit. Nou, je ziet het hier al. Je ziet een wit vel. Nou, dat witte vel, dat heb ik. Dat is een gewoon printervel ook. Maak hem open. Dat was van een groot blok en dat heb ik op maat gesneden. Kijk, en hier komt mijn jelly plate. En zoals je ziet nu, zie je dus dat ik een gele jelly plate heb. Kan je daar kiezen in kleur? Nee. Maar dit is het gevolg van een avondje spelen met alcoholinkt. Dat kreeg ik er niet meer van af, die kleur. Doet hij het daarom niet meer? Jawel, hij doet het wel. Dus we gaan heerlijk aan de gang met een gele jelly plate. En je ziet hier ook, hè, er kruipt gewoon een soort van vetlaagje op die twee printerbladen. Dus, maar dat geeft helemaal niet. Leg ik dit weg. En waar leg ik hem nou op? Nou, ik heb daarvoor samen met een collegaatje een printerplaat aangeschaft. Nee, geen print. En voor een embossing acrylplaat, een grote. En daar leg ik hem op. En daar past hij op. Dan leg ik een beetje ook weer in de maat. En als je nou zo meteen ziet, als ik er een A4'tje op leg, dan zie je dat mijn A4'tje ietsje kleiner is dan mijn... Kijk, zie je? Mijn jellyplate is iets groter dan een A4'tje. Maar dat werkt juist, vind ik, wel prettig. Dus, ja, leuk hè, Marieke? Maar ik vind zo'n mooie doorzichtiging vind ik veel mooier hoor. Maar aangezien deze jellyplates nou niet iets zijn van dat schaffen we zomaar even aan, doe ik het gewoon met deze kleur. Oké, daarnaast gaan we werken in eerste instantie met de Amsterdam acryl. Ik vind dit hele fijne verf om mee te werken. Ik heb 3 kleuren uitgekozen. Een gele, een blauwe en een roze. En straks als ik tijd over heb, ga ik met 3 andere kleuren doen. Maar deze voorbeelden heb ik even gedaan met deze 3 kleuren. En dat is Permanent Red Violet Light 577. Dat is Kobalt Blauw 512. En dat is Azogeel Licht 268. En straks gebruik ik nog wat wit en zwart. Even de duif goed leggen, want de duif probeert weg te vliegen. Dat gaan we niet doen. Nou, als je dus op de pagina van de duif komt, bij de ondertap op Facebook Lives, daar zie je de verf die ik gebruikt heb. Dus die kan je dus zo vinden. En anders kies je gewoon zelf 3 kleuren bij elkaar. 3 primaire kleuren, ja, dat zou je kunnen zeggen. Wat ga ik doen? Ik heb een brayer en ik ga op de grote met de grote brayer werken. Ik zal laten zien hoe ik deze heb gedaan. En je ziet dus dat ik hier ben begonnen bovenaan met geel. Dus die zet ik op. Dan leg ik naast mijn... Die even schuiven. Naast mijn jellyplate leg ik even een printerpapier waar ik mijn brayer kan afrollen. Om hem weer schoon te maken. Tenminste van kleur te wisselen. Dus... Ja, is die ietsje kleiner als A4? Maakt het ook niet uit, hè? Het principe wat ik nu ga doen is gewoon wat je... Daarom heb ik ook de kleinere gepakt. De techniek die ik nu ga doen, kan je dus eigenlijk ook op een kleinere of nog een grotere doen. Ik begin bovenaan en ik zet wat geel. Pak ik mijn brayer. En dan ga ik die kleur uitrollen. Tot een beetje egale kleur. Zie je? Dan maak ik mijn brayer schoon. En daarvoor ligt dus dat papiertje hiernaast. Dan neem ik mijn roze. Daar zet ik dus ook wat van aan. En dan ga ik met mijn roze ga ik om het gedeelte verder. En ik probeer de kleuren iets te laten verlopen.
Dus die hele harde rand, die ga ik eruit halen. Kijk. Dan zit ik bijna onderaan en dat vind ik te ver. Dus daar moet blauw. Niet te veel weghalen. Kijk. Hier onderaan ga ik blauw doen. Ja. En dan is het hier het blauwe gedeelte. En ook dat probeer ik een beetje te laten verlopen. Dan pak ik een stencil. Ik pak nu dus even een A4 stencil. Als ik het goed heb, is dit een stencil van Pronti. Jongens, ik heb heel veel stencils gebruikt en niet alles stond in de webshop, maar ik vond het even leuk om het zo te laten zien. En thuis hebben jullie vast heel veel stencils. Het gaat even om het idee. Die leg ik erop. Nou pak ik weer een dun printerpapiertje. Die leg ik eroverheen. Oh, wel goed eroverheen. En dan ga ik met mijn roller over dat stencil. En dan is het de bedoeling dat dus de verf die dus door de gaatjes komt, dat ik die afneem. Kijk, met mijn breier. Dat blad leg ik even weg, kan ik straks nog wel gebruiken. En nu zie je dat er dus, ja, je ziet het bij mij min omdat het dus geel is er doorheen. Door de gaatjes komt nu geen verf meer. Wat ga ik nu doen? Ik ga blauwe verf aanbrengen aan de bovenkant. En dat doe ik met kleine, want ik wil niet te grote klodders overal. Kijk. En dan ga ik deze kleur uitrollen over de gaatjes van de onder, die eronder zitten. Zo. En dan ga ik verder met geel. Die doe ik dus hier. Dus hier. Ik zie geen opmerkingen, dus dan ga ik met geel dus verder. Kijk, en ik probeer niet te grote klodders te hebben. Ik probeer een beetje de kleuren mooi te houden. Maak ik mijn breien weer even schoon. En onderaan gaan we dus met de kleur roze. Dus je gebruikt dus dezelfde kleuren waar ook je de basis mee hebt gedaan. Hè? Alleen verschuiven die. Zo. En dan pak ik wel mijn goede papier. Nu heb ik mijn goede papier nodig. Ik haal dit stencil eraf. En kijk, ik heb hier een emmer water staan. Daar doe ik mijn stencil in. En ik leg mijn blad erop. Kijk. Dus ik vind het ook spannend hoor, altijd of het lukt. En dan ga ik met mijn breier er overheen. Nou, ho. Ik ben benieuwd. Jullie ook? Oeh. Hij was al te droog. Kijk, de onderverf was te droog. Nou, dit is het resultaat. Ik ga er gewoon zo nog één doen. En zo had hij dus eigenlijk moeten doen. Maar door het kletsen werk ik niet door. En dan droogt de eerste laag op. En dan krijg je dat dus zo. Maar dit is de bedoeling. Dan maak ik even mijn... Moet je altijd één kant op rollen? Dat doe ik. Dat heb ik mezelf op die manier aangeleerd. Moet dat? Nee, niemand heeft dat zo tegen me gezegd. Maar ik doe dat altijd zo. En waarom weet ik niet. Als je twee kanten op wil rollen, doe je dat gewoon. Er zit geen, voor mij, wat mij betreft en zover ik weet, geen spelregel aan.
Zo, ik maak even mijn jellyplate schoon en dat doe ik met een nat doekje. En dan gaan we het nog een keer doen. Ja, dat had ook gekund als ik het laatste stencil eraf heb gehad. Dat deden we vooral met de alcoholinkt. Dan laat je hem helemaal drogen. Dat klopt, Dini, dankjewel. Dan laat je alles goed drogen. Dan doe je er een laagje witte acrylverf over. Niet te dik. En als die nog nat is, want die laat je dan niet drogen, dan trek je hem eraf. Nou, als het zo meteen niet goed gaat, dan doen we dat. Ga ik het gelijk laten zien. En alcoholinkt is natuurlijk nog sneller droog dan... hoe heet het? Acrylverf. Dus daar moet je altijd met witte inkt. Ja, ik had met witte verf de rest eraf kunnen halen. Als ik dat had gewild. Dat had zeker gekund. Maar ik denk, laten we niet meer verzeten. Hup, die erop. Oké, de volgende gaan we doen. Ga ik met andere stencils doen. En die ga ik anders doen. Ik ga even kijken hoor. Blauw. Ik ga in twee lagen. Kijk, deze ga ik doen. Dit is een stencil van Marleen. Art by Marleen. Kijk waar die is. Ik had hem gepakt. Ja, hier zit hij. Kijk. Die gaan we gebruiken. Ik doe één kant. Kijk waar die nou is. Doe ik blauw. Zo. Goed. Uitrollen weer. Volgens mij mag er iets meer op. En zit het daar ook al in. Dat ik gewoon best wat meer verf mag gebruiken. En dat er niet af moet halen. Zo. Dus één kant blauw. En dan ga ik er aan de andere kant roze naast doen. Kijk. Rollen schoon. En hier komt het roze. Die zet ik er tegenaan. En in het midden laat ik hem verlopen. Kijk hoe leuk. Dan pak ik het stencil. Ik leg het stencil erop. Maar het maakt niet uit waar je hem legt. Ik leg hem gewoon in het midden. Nu doe ik weer hetzelfde. Ik pak een printerpapiertje. Kijk. Ja, anders blijft die plakken, dat klopt. Maar ik zit nu eerder in de gaten te houden wat voor vragen worden er gesteld. Gaat het hier goed? Kijk, dan haal ik deze eraf. En dan zie je dus dat deze is trouwens ook gaaf, die kan je ook gebruiken. Kijk, dan pak ik een beetje geel. Dan doe ik aan deze kant doe ik geel. Met de breien ga ik die er overheen doen. En probeer dat inderdaad de lege gedeeltes nu op te vullen. Aan de andere kant doe ik roze. Die ligt hier trouwens open. Oh, de roze begint een beetje op te raken. Die tubeltjes zijn trouwens geweldig. Hè? Die zijn niet te duur, want volgens mij heb je voor 1,90 euro heb je al een tubetje. Dus daar kan je aardig kleuren, aardig wat mee doen. En je kan ook voor niet al te veel wel een paar kleuren aanschaffen. Kijk, hier zo de roze. Dan haal ik ook nu mijn stencil eraf. En kijk, die gaat ook weer gelijk in het water. Dus ik kan deze niet nog een keer doen voor jullie. Dan moet ik eerst mijn stencil schoonmaken. Blad erop.
rollen. Kijk. En daar ben ik net zo nieuwsgierig als jullie of die het nou wel doet. Maar ik had nu iets meer verf gebruikt. Dus ik denk dat het goed gegaan is. Ja hoor. Kijk. Kijk dan. Helemaal tof. Ik vind het geweldig. Gewoon, het is net toveren met verf. Zie? Ja, een paar kleurtjes is vaak al genoeg. Ik werk nu met 3 kleurtjes, hè, dus het kan altijd. Dus als je 3 kleurtjes hebt, kan je zeker aan de gang. Ik ga straks ook nog een keer 3 andere kleuren gebruiken op de kleine. Maar nu doe ik het even zo. Nu zie je hier een patroon. Nou zou ik dat er inderdaad, wat er net werd gezegd, witte erover en eraf kunnen halen. Maar ik maak hem even schoon. Dan kunnen we naar de volgende. Deze laat ik drogen, want daar kan je dan straks mee aan de gang. Hè? Zo. Nou, als ik zoiets doe, dan maak ik niet 1 afdruk. Dan zit ik echt gewoon even een poosje lekker te kliederen met mijn verf en mijn jellyplate. Ik maak meerdere afdrukken, meerdere achtergrondjes. Die bewaar ik dan en dan kan je regelmatig heerlijk aan de gang met de al gemaakte achtergronden. Want dat is toch ook wel heel erg leuk. Zo. Dat is hem. Ik denk dat ik hem aardig schoon heb. Even nog met een keukending. Dan denk je hem schoon hebt. Kijk wat je er nog even afhaalt. Als ik nou straks klaar ben met spelen, dan laat ik even mijn gootsteentje vol liggen. En dan doe ik een beetje biertex in het water. En dan ga ik, hoe heet het? Dan doe ik zo. Dit in de biotex een badje. En dat laat ik even een uurtje of een nachtje, net wat ik wil, liggen. Straks gaan we, gaan we het afwerken. Ga ik ook laten zien. Hè? Want ik snap best dat je denkt, nou leuk, Marianne, heb je zo'n papiertje? Hè? Nou, wat wil je nou? Nou, dan ga ik laten zien. Dit is leuk, maar het is niet af. En dat komt omdat er moeten accenten op. Daar moet zwart bij, daar moet wit bij. En dan gaat het spreken. Nou, dat ga ik straks laten zien. Nu ga ik als eerste. Even kijken hoor. Waar is mijn stencil? Roze ga ik doen. De hele ondergrond ga ik met roze doen. En het is een half stencil, dus het hoeft een halve jellyplate. Daar gaan we. Daar ga ik het rondje stencil op leggen. En dat is juist leuk, want dat rondje stencil, dat geeft juist lekker ruimte. Ik bedoel, daar kan je nog een heel veel mee doen. Die gaat erop. Dan pak ik weer een dun velletje. Dan gaan we die eraf halen. Kijk. Ik wil dat het. Hier is die nog. Leg ik hem even zo. Leuk hè, deze kant. Ik wil dat daar ook het leeg is. Ik wil dat de rondjes namelijk leeg zijn. Want daar ga ik een andere kleur in doen. Dus dan zie ik dat ik hier ook nog even met mijn breien over moet. En als je nou denkt van nou, dat is niet helemaal. Dan neem je even een doekje en dan haal je de verf waarvan je denkt van nou, dat moet nog weg, haal je eruit. Wat ga ik nu doen? Nu ga ik over deze, ga ik een ander stencil leggen. Ik ga hierover kleine rondjes leggen. Zo. Beetje recht. Ga ik aandrukken. Nee, ik doe het niet goed.
Ik moest zelf even naar. Ik doe het en ik doe het niet. Ik ga nu blauw doen. Kijk. Dus ik ga nu de rondjes opvullen met blauw. Dus moet je even goed breien en even goed kijken dat alle rondjes inderdaad een blauwe achtergrond krijgen. Zo. Nu leg ik wel dat schaartje stencil erop. En nu ga ik weer een dun blaadje erop leggen. Kijk. En nu ga ik hem weer aanrollen, want ik wil dus nu het blauw uit de rondjes hebben van het laatste stencil wat ik erop leg. Zie je, dat wil ik dus eruit hebben. Dus nu hebben we twee stencils erop, hè. Kijk. En als je net denkt, het is niet helemaal leeg, kan je het ook nog even deppen, zodat de gaatjes licht worden, dat het blauwe uit de gaatjes is. En dan gaan we nu de gaatjes opvullen. Nou, ik werk met drie kleuren. Dat hebben jullie gezien. Ik heb roze ondergrond, daarna blauw. Dus dan gaat nu geel erop, de laatste kleur. Ja, ik zat te lezen wat dat of Biotex nou niet kon. Ik zelf doe altijd Biotex, maar ik laat ze nooit heel lang staan. Op een gegeven moment ga ik ze dan gewoon lekker schoonmaken. Neem ik even een sponsje, zo'n wondersponsje. En daar, nou, daar krijg ik het eigenlijk heel snel wel mee af. Kijk, nu gaan we dus de gaatjes opvullen met geel. Even goed kijken ook of nu alle gaatjes dicht zijn. Haal ik één stencil eraf, die gaat ook nu in het water. Zo, dan gaat het volgende stencil eraf. En dan pak ik weer een mooi blad. Die gaat erop. Kijk, aanrollen. Spannend. Nou, hij doet het. Daar komt hij. Kijk. Hoe gaaf is dit? Tenminste, ik vind het gaaf. En dan zie je inderdaad dat op mijn jellyplate best nog verf is achtergebleven. Maar het is natuurlijk een fantastische. Kijk, een fantastische afdruk. Dus. Dit zijn de drie die ik dus op de grote heb gedaan. Nou, dacht ik, toen ik dit klaar was, van hier gaan we straks wel wat mee doen, wat ik heb laten zien. Maar ik dacht dat het ook wel leuk was om nu even met drie andere kleuren het op de kleinere jellyplate ook te doen. Ik doe wel even een beetje eraf halen, want anders krijg ik hem niet schoon. En waar je nou op moet letten als je stencils gebruikt. Nou, wat je bijvoorbeeld met deze, hè, dan zie je dus dat je een stencil hebt met grote gaatjes. Nou, daar kan je dus eigenlijk heel veel in doen. En dat is het leuke. Die bloemen die ik net gedaan heb, daar heb je veel gaatjes in. Dus daar kan je veel dingen in doen. Dus dat zijn de juiste. En hier heb ik nu die vierkanten. En daarom is het op de grote jellyplate leuk. Maar daarom gaan we nu even op de
kleinere jelly plate. En dan ga ik laten zien dat je met de A5 stencils dat natuurlijk ook kan doen. En ook heel leuke resultaten kan krijgen. Zo. Is het ergste eraf. Want ik ben wel zuinig op mijn jelly plate. Je zou het niet zeggen als je hem zo ziet. Maar dat is één keer met gele alcoholverf gebeurd. Kijk. Hier heb ik mijn kleine. En daar heb ik ook mijn kleine breertje voor gepakt. Ik denk dat is dan wel handig. Omdat je stroken wil doen. Dan gaan we nu eerst met de kleine aan de gang. Ik ga met de andere kleuren werken. Ik dacht paars, turquoise en lichtblauw. Dat dacht ik. En dan ga ik beginnen met lichtblauw. Ik zie geen opmerkingen. Dat vind ik echt heel vervelend. Zo, die ligt goed. Ik ga beginnen met lichtblauw. Dus een paar van die dingetjes met lichtblauw. Heb ik met breer. Het is niet meer goed, ik wil deze. En ik breer de kleur uit. Daaronder doe ik de kleur groen. Ik had hem even op zijn kop moeten zetten. Ik heb er nog een. Zou die het beter doen? Ik heb de hulptroep altijd klaarstaan. Doet die het beter? Ja. Ik ben weg altijd van de combinatie turquoise, paars en groen. Waarom weet ik niet. Ik vind het gewoon mooi. En dan hier onderaan. Ik heb nu al vrij veel gebruikt, zie ik. Paars. Een beetje eraf. Dat is toch ook een mooie kleurencombinatie. Tenminste, vind ik. En dan ga ik hier nog even. Ik wil die hele harde rand eruit. Dan ga ik er een stencil op leggen. Nou, dit soort stencils hebben we allemaal. Hè? Kijk, ik vond deze wel leuk. Die leg ik erop. Ik pak weer een dun blaadje. Was ik even weg? Nee, toch zeker? Ik was niet weg hoor. Ja, misschien bij jou op je scherm, maar... Ik heb doorgewerkt en dan doe ik weer de verf ervan afhalen. Kijk, ik wil hem toch nog iets meer eraf. Dan neem ik even een stukje keukenrol en dan ga ik de gaatjes schoonmaken. Want ik ga daar dus een andere kleur in doen. En dan zeg je van, Marjan, hoe weet je dan wat waar moet? Nou, in feite, als je met drie kleuren werkt... Kan je hem nu omdraaien. Dus nu zit paars onderaan. Dan gaat paars naar boven. Dus ik pak mijn paarse kleur. Niet al te veel. En ik ga weer rollen. Kijken of ik genoeg heb. Probeer... De kleur overal in alle gaatjes weer een beetje te krijgen. Dat is het mooiste. Nou, dan zie je dat hier dus groen zit. Die doe je dan niet. Dan doe je hier in het midden blauw. Want anders krijg je natuurlijk geen overloop, hè? Ik heb dit wat ik net deed is met gewoon printerpapier. Je kan best aquarelpapier gebruiken, maar ik vind dat best aan de prijs voor dit. En dit gaat echt hartstikke goed gewoon. Als ik de goede afdruk, wat heet goede? Als ik de originele, de afdruk maak waarmee ik ga werken, dan gebruik ik wel iets dikker printerpapier.
dan gebruik ik printerpapier van 140 of 160 gram. Kijk, en hier onderaan wat groen. Zo, dan haal ik ook hier het stencil vanaf. Die gaat weer in mijn waterbak. Ik pak mijn printerpapier. Ik leg het erop. Ik ga mijn ding schoonmaken. Ik kan ook met deze doen. Oh. En ik rol hem even goed aan. Zodat alles overgaat op het papier. En dat doet hij. Kijk. Hoe super. Ik denk dat ik zelfs nog een afdruk kan maken. Ik ga eens kijken. En zo zie je, hè, ik heb dus gewoon weer andere kleuren gebruikt. En dat lukt allemaal. Kijk. Nou is dit gewoon een hartstikke gaaf stukje om te gebruiken. Nou, dan ga ik met die aan de gang. En mijn jellyplate is voor een eind schoon. Nou, dit wilde ik jullie dus even laten zien. Dat het de kleuren gewoon naar eigen wens te gebruiken zijn. Drie kleuren heb je genoeg. En daarna gewoon een afdruk maken op papier wat je wil. Ik stop nu met het maken van achtergronden, want we hebben zat. Want ik wil heel graag laten zien wat ik nu ga doen daarmee. Deze leg ik apart en die maak ik zo schoon. Als jullie vragen hebben, zeg hè. Als je hiermee begint, zou je dan een A4 adviseren of... Oh jee. Ten eerste kan ik niet in iedereen's portemonnee kijken. Wil ik ook niet. Maar ik weet dat die grote A4 echt rond de 40, in de 40 euro zijn. Deze is de helft, denk ik. Je moet je afvragen wat je ermee wil gaan doen. Ik ga ook de breiers even in het water gooien, anders dan blijft alles er wel zitten. Ik zeg, als je een grote hebt, dan kan je je afdruk altijd voor meerdere dingen gebruiken. Dat heb je net bij mij gezien. Hè? Ik heb dus... Het voorbeeld wat ik heb gemaakt is een stuk van een... Zo, maar ja. Nou, dat komt wel goed. Is een stuk van een A4 afdruk. Dus, ja, wat vind je handig? Ik vind het ook wel eens handig om gewoon gelijk een kleintje te hebben. Ik maak hem nu even schoon met een billendoekje, maar ik doe het met een billendoekje met water. Die heb je ook weer. Zonder olie. Een hik. En als nou straks zeg van, joh, ik heb mijn jellyplate gebruikt. Ik heb hem schoongemaakt. En nu plakt hij niet meer. Of de verf hecht niet meer. Wat je dan kan doen, wat ik zelf ook wel eens doe. Dan smeer ik hem in met een paar druppeltjes babyolie. Wat voor merk, maakt niet uit. Even ruimte maken. Gewoon babyolie. En dat laat ik even intrekken. Doe ik met mijn vingers eroverheen. En... Nou, dan doe ik het weer afvegen met een keukendoekje. Nou, dan is het daarna weer perfect. Oké, deze was het voorbeeld. Hè? Dus daar ga ik mee aan de gang. Ik kan bij deze ook wel wat laten zien. En wat nou leuke is, ga gewoon lekker aan de gang met achtergrondstempels. Deze keer heb ik gekozen voor een stempelset waar meerdere... dingen in zitten. Rondjes. Nou, hier hebben we al rondjes zat. Dus dat gaan we niet doen. Ja, ik ga wel die rondjes. Puntjes. Ja, krasjes, kruisjes, streepjes. Dus ik heb deze gepakt. En ik heb ook wat stempels met tekst. En
Dan kan je het ook nog doen. Ik vind zelf wat ik er dan van ga maken. Nou, dat gaan we nu kijken. Ik ga van deze, zoals ik in ik ga het voorbeeld wil pakken. Waar is mijn voorbeeld? Hier naast mij. Kijk. Ik heb hier een strook van 2 rondjes gepakt. Die ga ik afsnijden. Ga ik nu ook even doen. Even goed meten. Ik wil wel een mooi maatje hebben. Ietsje korter. En dan in het midden. Ja. Kom eraan hoor. Kijk. Dat is hem. Dat is dan het stukje waar we mee gaan werken. En wat heb ik nou als eerste gedaan? Ik heb als eerste erop gestempeld. En gestempeld met zwarte inkt. Zal ik hem iets inzoomen? Ik ga ietsje inzoomen. Ik denk dat dat dan prettiger kijken is voor jullie. Waar is mijn... Is hij zo beter? Wat ik... Oh, er valt wat. Oh ja. Nou mis ik al mijn... Even kijken waar mijn mooie... Die is er uitgevallen, denk ik. Oké. Ik vind dat hij zwart nodig heeft om op te peppen. Nou, hebben jullie gezien dat ik hier ook zwart geverfd heb? Maar dat doe ik pas als ik klaar ben met stempelen. Ik heb deze keer gekozen gewoon voor lekkere, natte, zwarte verf. En dat is dus de zwarte verf van, hoe heet het? Versafine. Ik leg er even een papiertje onder, want ik ga ook lekker naast het ding stempelen. Ik ga beginnen met plusjes. En wat ik nu doe, ik zet hier en daar wat plusjes in het zwart, omdat ik vind dat die opgehaald moet worden. Zo, ik moet iets naar boven werken, zie ik. Dan zien jullie het nog beter. Dan neem ik de volgende. En ja, hier. En kijken. Hier. Ik wil er ook wat tekst in hebben. En daar had ik, dat is de een uit de crunch. En jullie ziet het, hè, dat ik gewoon uit de hand stempel, hè. Dat kan best. Zo. Bovenaan nog een stukje. Nou, dan denk ik dat we al aardig... Oh nee, ik wil nog... dat vind ik altijd leuk, al die zwarte puntjes. Dan kun je zeggen, Marjan, je hebt al heel veel... Ja, maar ik wil straks wat laten zien met die puntjes. Dat vind ik zo gaaf. Dus daarom wil ik er even een paar zwarte puntjes bij. Nou, dan heb je aardig gestempeld. En dan ga ik nu de achtergrond, wat ik hier heb gedaan... Ga ik zwart. Langs die randen ga ik zwart verven. Dus wat doe ik nu? Ik neem een beetje zwarte acrylverf. Die doe ik op een sheetje. En ik neem een kwastje. Die had ik klaargezet. Ja.
En dan ga ik die tussenstukjes, tussen die rondjes en de buitenkant, ga ik zwart maken. Dus in feite houden we dan alleen de roze cirkels met de binnenkant over. Zie je? Ik zat weer lekker uit beeld. Ik denk dat een rond puntje toch iets prettiger verft. Oh. Tenminste, ik had nu een platte kwast. Ik neem nu even een ronde. Kijk. Gewoon met zwarte acrylverf. Langs de rondjes. Ik probeer het netjes te doen, maar doe het zo netjes mogelijk. En hier dus ook. En het leuke is dat er dus nu gewoon een soort kader ontstaat langs de afdruk van je stencil, hè? Van die rondjes, van dat rondjesstencil. Maar ik vind wel dat als je dat doet, dat hij veel meer spreekt. En dan krijg je zo meteen als laatste vraag, nou oké, en dan? Nou, daar kan je er van alles op. Je kan er een bloem op doen in een effen kleur. Je kan er iets uitgestanst in doen. Je kan ook bloemen stansen in het zwart, hè, en die erop doen. Je kan silhouetstempels erop doen. Ik heb gekozen voor vlinders erop. Gewoon uit het boekje, het Wimboek, Wing, vleugelboek, Wing, boek van Mintai. Daar heb ik 3 vlinders gezocht die qua kleur erbij pasten. Nou, je kan ook zwart-wit plaatjes erop doen. Dat is tegenwoordig, zie je dat ook heel veel. Dus wat je zelf leuk vindt. En dan maak je hem af zoals dat jij hem wil. Nou, en dan zag je bij mij, ik heb hem dan daarna gemat op roze. Want normaal doe ik wel heel veel op zwart matten. Maar ik heb mijn rand al zwart gemaakt. Dus ik heb eerst de roze gedaan. En daarna heb ik hem weer op zwart gedaan. Nou, leuke tekst erbij. En het is klaar. En van die A4, hè, heb ik nu nog meerdere stukjes over. Hè. En dan ga ik straks wel weer andere kaarten mee maken met wat anders erop. Net wat je wil. Zo. En dan zeg je, hoe kom je erop? Ja, weet ik niet. Ik heb zo'n ding dan in mijn hand en dan denk ik mis wat. Een kleur of weet ik. En dan ga ik gewoon denken, oh dat is leuk. En dan probeer ik het uit. En weet je, als het mislukt, so what? Pak ik een nieuw stuk. Ik maak zoveel afdrukjes. Als je weet hier zo hoeveel. Ik heb een hele grote bak met allemaal afdrukjes. Of het nou van alcohol inkt is of van dit, van de jelly plate. Ik bewaar het allemaal en het komt heel vaak gewoon even van pas. Ook als ik snel een kaart moet maken en ik zie een mooie achtergrond met kleur. Ja, je bent bang dat je ernaast kleurt. Nou hè, niemand ziet het op een afstand hoor. Ik kleur er ook wel eens naast. Hé, hey, trouwens, missen jullie de confetti niet? Ik niet hoor. Wat een avond was dat voor mij. Hoe lang ik daarna bezig ben geweest om mijn video te kunnen draaien. Nou. Het is uiteindelijk gelukt, maar ik heb echt vanmiddag uitgeprobeerd of die goed stond. Of alle instellingen goed stonden. Ik denk, dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Maar goed. Is gelukt. Kijk. Dan heb je dus dat. Ben je nou klaar? Nee, ik niet. Want ik ga nog met een witte pen aan de gang. Ik maak hem even droog. Dan zit ik met mijn handen
in de verf. Zo. En ik zie dat ik mijn... Dat gebeurde me de vorige keer ook. Vergeet ik mijn iPhone aan de stroom te doen. En dat is niet zo slim. Oké, nu pak ik mijn witte... Ik heb een signobol. Die pak ik. En nu ga ik van... deze weg. Van de stempeltjes die ik gedaan heb, ga ik nog even wit gebruiken. Kijk, dit zijn kruisjes, daar maak ik bloemetjes van. Ja, mijn pen doet het. Kijk. Ja, die doet het niet zo heel. Mijn pen doet het niet goed. Het kan ook zijn dat de verf niet goed droog is, hè. Dus om... Ik ga het laten zien. Even hier op een achterkant. Want het is wel een leuk techniekje. Hier is mijn stempel. Oh, hier is mijn stempeldoosje. Kijk, hier heb je die kruisjes. En dan ga ik het even met een kleurtje doen. Dan kunnen jullie het goed zien. Ik neem daarvoor even een... Ik heb toch hier wel een gekleurde stift staan. Een bruine, geloof ik. Ja, kijk, een goudkleurig. Dan ga ik, maak ik om die plusjes, maak je een rondje en dan heb je een bloemetje. En je kan er dus ook gewoon bloemetjes van maken dan. Wat je leuk vindt. Ja, ik weet ook niet waar ik het vandaan gehaald heb. Ik was er niet blij mee. Nou, bij die rondjes kan je er een rondje omheen zetten. Ik ga mijn witte kijken of die het beter doet. Je moet het natuurlijk wel zien. Even kijken. Kan je rondjes zetten om je rondjes. Dus... Kijk, had ik hier... Oh ja, dat is ook leuk. Ik had ook nog een fluorstift, de roze en de gele, gebruikt. Want ik had die stempel met deze... Kijk, als je die nou die gaatjes inkleurt... En zit hier nog... Ja. 1. Zo. Als je dat nou doet, en ik heb toen hier ook in deze versiering de rondjes gezet. Het ziet er gewoon grappig uit. Ik heb ook een grote bak met prints. Straks wel even laten zien. Nou, dan kan je met je witte. Nee, ik was met die bezig. Die ook even gelijk afmaken. Sla ik er één over, want dan doe ik die met geel. Kijk, want ik heb hem ook in het geel. En die staan allemaal gelinkt, hè? Dus dan kan je zo. Welke lijm gebruik je straks bij het matten? In verband papier. Ik gebruik gewoon mijn Dutch Doobadoo lijm. Of mijn Tacky Glue van Studio Light. Of, en dat doet het gewoon goed. Geen probleem. En dat plak ik er ook gewoon op. Hè? Dus er zit geen probleem. Kan je zo doen. Even kijken. Zo. Nou, heeft hij ook extra. En wat ik dan doe om de roze. Kijk, kan je ook hier en daar een rondje zetten. Net wat je leuk vindt. Leef je uit. Nou, en je ziet dat ik langs de zijkanten, bij die andere,
heb ik een patroontje gemaakt. En dat kan je veranderen. Ja, die neonkleuren vind ik zelf ook helemaal super. Nou, hier heb ik gedaan gewoon een leuk patroontje. En daar heb ik het hele randje mee gedaan. Dat hadden jullie gezien, deze. Kijk. Zie je zo langs de... Nou, hier zie je dus de vlinders die ik heb gebruikt. Dus zo moeilijk is dat niet. Bij deze ook. Puntje, streepje, puntje. Oh, ik zit lekker met mijn pruik in beeld, zie ik. Ja, die had geverfd moeten worden. Kunnen die arme kappers weer niet werken. Nou, zo maak je dus je hele print af. Zoals dat jij hem mooi vindt. Ik denk, ik ga we nog even ook een andere laten. Ik ga we ook nog deze even laten doen. Wat ik bij deze zou doen. Bij deze zou ik weer met wit gaan werken. Kijk, hier. Omdat ik vind dat die wel wat opgehaald kan worden. Nou, dan kan je bedenken wat je wil. Ook hier kan je overheen stempelen. Ik ga hier wat streepjes overheen zetten. Net wat je leuk vindt. Ik denk dat ik deze in zijn geheel zo laat. Ik ga hem wel goed op de randen afsnijden. En dan ga ik die in mijn... Gewoon ergens in een art journal doen. Kijk. Streepjes erop zwart. Zie je dat hij gelijk al op omhoog komt qua... Ja, het spreekt. Krijgt diepte. Deze doe ik helemaal hier. Hop. Je kan natuurlijk ook altijd spetteren. Er zijn mensen die zeggen, ik vind het spetteren heel erg leuk. Ja, gewoon elke lijm die je in huis hebt... In feite, op printerpapier kan je met alle lijmsoorten werken. Nou, ook hier kan je met de kruisjes aan de gang. Kijk, en dan kan je straks ook weer bloemetjes van maken. Zie je hoe die gaat leven dan? Dat die veel meer gaat spreken... Leni, leuk dat je het leuk vond. Ik had vorige week beloofd dat ik mijn aquarel workshop opnieuw zou doen. Dat ga ik waarschijnlijk aanstaande woensdag doen. Aanstaande woensdag om 3:30 denk ik dat ik gewoon op mijn eigen Facebookpagina opnieuw de workshop met aquarel ga doen. Dus dan weten jullie het. Ik ga hem in ieder geval wel aankondigen. Nou, als je dit... dan kan je nog meer stempels doen. Kijk, als je vorig jaar de kalender van Marlene had... Dan, nou ja, daar zitten heel veel echt leuke achtergrondstempels in. Dan kan je je hele plaat mee bewerken... Wat je leuk vindt. Je kan zelfs met kleurpotlood sommige gedeeltes bijwerken qua kleur. Maar ik denk dat het leuk is om eventueel met je marker gewoon accenten aan te brengen. En dat kan dus met wit, maar dat kan je natuurlijk ook gewoon doen met je Molotov marker. Je twin marker. Wat je leuk vindt. Alles gaat. Doe vooral wat je zelf leuk vindt. Wat je ook kan doen, is gewoon deze zo laten. Dan ga je op een ander... dan maak je nog een afdruk in één kleur. Of in het roze, of in een afwijkende kleur. Dan gebruik je je stencil... En dan knip je bijvoorbeeld deze bloem uit. Dat zal ik wel nu doen, want ik heb er nu twee. En dan plak je die dus als versiering erop met tekst.
Dat zie ik dan nu weer zo opeens. En denk, ja, dat kan ook. Je kan deze hier uitknippen, ook in de hoek. Hier heb je een bloem die je uit kan knippen. Daar heb je er een. Wat je leuk vindt, die kan je dus hier weer op gebruiken. Ja, zijn er nog vragen van jullie kant uit? Dan beantwoord ik ze graag. Ik vond het ontzettend leuk dat jullie met zoveel keken. Enthousiast waren. Graag gedaan. Ik hoop woensdag die andere te doen. En misschien wel kan laten zien wat ik van de afdrukken van nu heb gemaakt. Ja, dan zou ik zeggen, dames en heren. Veel plezier als je zelf aan de gang gaat. Laat ook vooral zien in de groep wat je gemaakt hebt. Want dat vind ik altijd wel heel erg leuk om te zien. Dan zeg ik nog niet prettige jaarwisseling. Ja, ik zeg het wel. Maar ik ga zeggen het woensdag dan waarschijnlijk nog een keer. Voor degenen die woensdag niet kunnen. Ook die video komt gewoon op mijn YouTube kanaal. Kan je nakijken. Dus terugkijken. En andere allemaal. Heel fijne jaarwisseling. En tot de volgende keer. Goeie avond.